Goed, we gaan het hebben over zwaartelijnen in driehoeken. Een zwaartelijn van een driehoek is een lijn die door een hoekpunt gaat in het midden van de overstaande zijde. Dus daar even een voorbeeld van laten zien. Dan maken we nu een zwaartelijn vanuit A op BC. Oftewel BC, die moeten we door midden delen. Dan zetten we precies in het midden even een streepje en dan trekken we een lijn van A naar het midden van BC. Deze tekens moeten er nog even bij. En die staan hier om te laten zien dat lijnstuk CM even lang is als lijnstuk MB. Als je alle drie de zwaartelijnen van een driehoek tekent, dan gaan alle drie de zwaartelijnen door één punt. En dat noemen we ook wel het zwaartepunt. Nou, als we even een driehoek tekenen. En we tekenen daar de zwaartelijnen in. Dus ik heb nu een zwaartelijn getekend vanuit hoek A op het midden van de overstaande zijde BC. Dit is een zwaartelijn vanuit hoek B op het midden van AC. En dan tekenen we nog een zwaartelijn vanuit C op het midden van AB. Nou, deze lijnen die gaan allemaal door één punt. En dit punt wordt ook wel het zwaartepunt genoemd. Goed, gaan we even kijken naar opgave 28. Ik heb een aantal punten. Min 2, min 1. Dus ik ga vanuit de 0, 2 naar links en 1 naar beneden. Ik heb het punt 4, 5. Dus ik ga vanuit de 0, 4 naar rechts en 5 omhoog. En ik heb het punt D, dat is punt 2,0. Nou, in de opgave staat gegeven dat lijnstuk CD de zwaartelijn is van de driehoek. En dat lijnstuk CD deelt dus die overstaande zijde precies door het midden. Er is een lijnstuk getekend, dat is AD, maar dat is dus precies de helft van wat we daadwerkelijk moeten tekenen. Omdat lijnstuk CD een zwaartelijn is, en we weten van de zwaartelijn dat je dan die overstaande zijde precies door midden deelt. En AD is dus een gedeelte van die overstaande zijde, en wel precies de helft ervan. Dus dat gaan we verlengen. En dan komt hier punt B te liggen. Dus ik ben hier vanuit A naar D, ga ik 1, 2, 3, 4 naar rechts 1 omhoog. Wil ik hetzelfde lijnstuk bij vanaf D tekenen, dan ga ik weer 1, 2, 3, 4 naar rechts en 1 omhoog. En nu heb ik een zwaartelijn CD die de overstaande zijde AB precies door het midden deelt. Nu weten we nog dat lijnstuk AD de zwaartelijn is van het lijnstuk CD en de doorgetrokken lijn. Kortom, we moeten CD gaan verlengen, omdat we nu in de opgave weten dat AD de zwaartelijn is. En AD, omdat hij de zwaartelijn is, deelt hij de overstaande zijde precies door midden, dus CD is de helft van die overstaande zijde. Dan gaan we die weer verlengen.
En dan komen we uit bij punt E. En dat is het punt 0, min 5. En vervolgens kan ik alle punten met elkaar verbinden. En nu heb ik driehoek A, E, C getekend. Waarbij AD de zwaartelijn is van CE. En lijnstuk CD. Lijnstuk CD is de zwaartelijn van lijnstuk AB. AB die wordt namelijk bij D precies door het midden gedeeld. Goed, gaan we even naar hoogtelijnen. Een hoogtelijn van een driehoek is een lijn die vanuit een hoekpunt gaat en loodrecht op de overstaande zijde staat. Nou, een voorbeeld erbij. Als ik een loodlijn moet tekenen vanuit A op lijnstuk BC, dan doe ik dat als volgt. Ik pak mijn geodriehoek. Ik zorg ervoor dat de middenloodlijn van de geodriehoek, dus deze lijn, precies over lijnstuk BC komt te liggen. En dan schuif ik de onderkant van de geodriehoek tegen punt A aan. En nu kan ik een lijn trekken van A naar BC en dan heb ik de hoogtelijn getekend. Nou, bij een hoogtelijn moet dit rechterhoektekentje er altijd bij staan. Ten teken dat het gaat hier om twee lijnen die loodrecht op elkaar staan. Namelijk lijnstuk AD is dat loodrecht op lijnstuk BC. En die lijnen maken onderling een hoek van 90 graden. Nou, de drie hoogtelijnen van een driehoek gaan ook door één punt. En dat wordt wel het hoogtepunt genoemd. We tekenen weer een hoogtelijn vanuit A op BC. We tekenen nu een hoogtelijn vanuit B op AC. En we tekenen een hoogtelijn vanuit C op AB. En daar waar ze elkaar snijden, bij dit punt wordt ook wel het hoogtepunt genoemd. Dan gaan we even naar opgave 34. Daar heb ik driehoek DEF en in die driehoek moet ik hoogtelijnen tekenen. Nou, de hoogtelijnen die hier getekend worden, die zijn wat misschien verraderlijker dan wat je tot nu toe gewend bent. Want de hoogtelijnen die vallen nu voor een gedeelte ook buiten de driehoek. Nou, we zullen het zo meteen zien. We gaan eerst een hoogtelijn tekenen vanuit F op DE. Dan gaan we de volgende hoogtelijn tekenen. En dat is de hoogtelijn vanuit D, loodrecht op EF. Als ik echt mijn geodriehoek hier langs leg, dan moet ik ervoor zorgen dat EF eerst verlengd wordt tot buiten de driehoek. Want anders kan ik vanuit D niet een lijn tekenen die loodrecht op die overstaande zijde komt te staan. Dus ik leg me midden van die geodriehoek leg ik weer over lijnstuk FE heen. Het onderkant van die geodriehoek die schuif ik richting punt D. En nu trek ik weer een lijn. En nu heb ik de hoogtelijn getekend vanuit D op de overstaande zijde FE. En de overstaande zijde FE die is dan weliswaar verlengd en ligt buiten de driehoek. En je ziet hier al dat het snijpunt van beide hoogtelijnen nu buiten de driehoek valt. En dat zal ook bij het laatste hoogtelijn het geval zijn. We gaan nu vanuit E een hoogtelijn tekenen op DF. Daarvoor moet ik DF weer verlengen. Dan maak ik weer gebruik van mijn geodriehoek. Dan teken ik weer een hoogtelijn.
En het hoogtepunt die zit nu hier buiten de driehoek